Is het trouwens wel een goeie gezelschap, hè? Nee, Mathilde. Nog eentje. Mijn allerliefste Mathilde. Soldaten van de 11e linie. Ga nu meteen terug naar de kazerne. Daar krijgen jullie verdere instructies. Het Duitse Rijk heeft Frankrijk en Rusland een ultimatum gesteld. En daarom heeft de regering uit voorzorg de algemene mobilisatie afgekondigd. Mannen, zo snel mogelijk naar de kazerne. En jullie mannen, jullie gaan best zo snel mogelijk naar huis. Want ze komen rond met de persoonlijke oproepingsbrieven. Het gaat toch geen oorlog worden, hè, Isidor? Jawel. Ik heb het u toch gezegd. Jean, ik ga mee. Niks van, jij blijft hier. Ik wil ook gaan, Baptiste. De Belgen moeten nu maar aan de grens laten zien dat we er weer klaar voor zijn. Ze zullen niet eens aan denken om ons aan te vallen. Isidor, die van 14, die moeten nog niet gaan. Toch? Nee. Houd u, Margriet. Uw tijd komt nog wel. Voordat deze Margriet verwelkt is, kom ik terug, ja? Kom. En daarna vraag ik u ten huwelijk. Hoe romantisch. Dat hij maar snel terug is, want anders dan zit er hier eentje zonder vader. Zet je over tijd? Ik wou het hem eigenlijk vandaag vertellen. Thank you.
Gordon is hierdoor. Jij vindt het zot dat ik iets wil doen. Hey, is het al niet erg genoeg dat mijn lief weg is misschien? Ik wil meedoen, Mathilde. Ik heb gisteren rijkswachter van generaal De Schepper gesproken die nog altijd in Limburg stand houdt. Ik wil me daarbij aansluiten. Iedereen moet nu zijn vaderlandse plicht doen. Uw vaderlandse plicht is hier door. Wat heeft het vaderland eraan als je dood bent? Zivilisten hebben op ons geschossen, Herr Leutnant. Goed. Da. Hat geschossen. Was gebeurt er? Ze hebben hier geschieten. Jemand in diesem Dorf hat geschossen und diese zwei Herrschaften werden jetzt dafür büßen. Aber nein, ich kenne sie doch. Sie haben keine Gewehr. Wie können sie denn geschossen haben? Wir haben nichts getan. Wir haben nichts getan. Ziet ons hier nu zitten, jongen. Weet jij dat wij hier al meer dan 6 maanden bezig zijn? Dus al 6 maanden dat ons leven aan een zijden draadje hangt. En wij die dachten dat we maar 2 weken gingen wegblijven. Ja. Ik dacht dat die Duitsers hier een paar meter verder waarschijnlijk ook. Maar nee, ter ere van het vaderland blijven wij hier maar wat op elkaar zitten schieten. Terwijl dat we allemaal maar 1 ding willen. En dat is zo snel mogelijk terug bij ons vrouwtje zijn. Is dat uw vrouwtje? Ja. Allee, bijna. Als de oorlog niet was uitgebroken. Allee? Leef je dan precies toch niet tegengehouden om al eens goed raak te schieten? Hè? Liefste Baptist, ik schrijf u vanuit Maastricht en ik hoop dat deze brief u gaat bereiken. Notaris Dreeze, waar ik nu als dienst met werk, heeft mij verzekerd dat hij via Holland en Engeland bij onze soldaten geraakt. Ik mis u, Baptist. Maar onze kleine doet mij iedere dag aan u denken, als hij in mijn buik aan het stampen is. Daarmee probeer ik mijn zinnen wat te verzetten. Want ik maak me veel zorgen over u. En ook over Isidor. Zijn vaderlandsliefde is lovenswaardig, maar over zijn activiteiten ben ik minder te spreken. Ik hoop dat ook hij onze kleine nog kan zien opgroeien. Vreed aan het front, Mathilde. Er gaat geen dag voorbij of ik zit aan u te denken. Geef ons de Camille kuske. Ik zie u ontzettend graag en ik kan niet wachten om opnieuw met u te dansen.
Na, sieh mal eine an. Die schöne Mathilde kann also doch tanzen. Nur nicht mit mir. Meneer. Herr Horenhofer. Herr Dresen. Entschuldigung. Hoe is het met de kleine? Goed. Hij slaapt. Ik wil u trouwens nog eens bedanken dat we zijn mogen blijven. Maar Mathilde, ik kan de vrouw van een van onze helden aan de IJzer toch niet zomaar aan de deur zetten. Ook al is ze nog niet getrouwd. En vooral niet omdat ze de beste smokkelaar is van heel Limburg. Voilà, hier. De post voor Maastricht. Je kent daar uw weg toch, hè? Het is niet de eerste keer dat ik ga. Ah, en vergeet uw pas niet voor aan de grens. En toen kwam meneer Dresen binnen. Je had zijn gezicht moeten zien. Die Pruisen, die menen dat ze zich alles kunnen permitteren. Maar ondertussen zitten ze onze jongens aan de IJzer wel af te schieten. Sorry, Mathilde, ik wou niet. Dat is niks, Jan. Het is gewoon... Ik weet er zo weinig over. Ik weet in feite niet eens zeker of hem nog leeft of niet. Het duurt allemaal veel te lang. Beter geen nieuws dan slecht nieuws. Hoe is het met Camille? Goed. Gelukkig weet dat kind nog niet in welke wereld dat hem is terechtgekomen. Hè. Ik probeer mij zo goed en zo kwaad mogelijk te behelpen, maar ja... Ja, het is niet gemakkelijk alleen. En Isidor? Nog altijd kwaad dat hem niet aan de IJzer zit. Ja, allemaal goed. Maar dat onze Isidor mee bezig is, hè, Jean, dat wilde niet weten. Hè. En de Duitsers al zeker niet. Komt dat je dat vraagt? Je hebt toch geen oogstje op mijn broertje? Maar zotteke, nee. Dat is toch veel te jong. Tasje afmaken. Ik heb niks bij. Kom, Mathilde. Dieter? Dass ich Sie hier in der Straßenbahn wieder um einen Kuss bitten darf. Zu danken. Ich trinke auch keinen frischen Kaffee. Thank you.
geen duiven meer kunnen vinden, Jefke. Nee. De Pruisen hebben ze allemaal geconfiskeerd. Ja, de smeerlappen. Ons schoon Belgische duivensport zo om zeep helpen. Maar misschien zijn er wel een paar kunnen ontsnappen. Het wordt tijd dat jij ook ontsnapt. Ze blijven vanuit Holland aandringen dat je overkomt. Meneer Dreesen. De Pruisen hebben al mensen genoeg opgepakt. Eentje gaat er zijn mond voorbij praten en dan hangt je. En als jij hangt, dan hangen wij allemaal. Ik laat mijn mensen niet graag in de steek. Al 3 jaar riskeren wij ons leven. Het netwerk werkt goed. Onze inlichtingen zijn van onschatbare waarde. Ja. En dat heeft de zaak goed gedaan. Want Kerkhof ligt vol met mensen die we niet kunnen missen. Wie helpt mij over de draad? Een jonge gast. Een hele goeie. Chef. Je vergeet uw gazet. Staat er iets in? De platte gronden van het Duits vliegveld in As en de verbouwingen van het kamp van Beverlo. Hou in, het gras ons horen. Oké, als hij wordt afgelost, gaan we. Veel bewondering voor wat jij gedaan hebt. Als mijn land in nood is, dan doe ik mijn plicht. Jij toch ook? Peter. Hallo. Is het mijn vijf? Ja. Ik hätte mich jetzt genauso gut in einem Warmbett an meine Siglinde schmiegen können. Ja, ja. Scheißkrieg. Gut, ich bin weg. Halt die Belgier im Auge. Es gibt immer von den Vollidioten, die fliehen wollen. Gute Nacht. Nacht. Immer schön Geschäfte mit dir zu machen. Ihr könnt dadurch allerdings auf eigene Gefahr. Komm. Hier ist am besten. Okay. Sie zuerst, komm. Der Koffer, der Koffer. Raak vooral die elektrische draad niet aan of je bent mors dood. Voorzichtig. Bedankt. Maak dat je weg bent. Slecht nieuws, Baptiste. Onze Isidore is door de Duitsers opgepakt. Ze hebben hem gelukkig niet neergeschoten, maar naar Duitsland gevoerd. Dat hij het maar overleeft. Ik hoop dat het met u beter gaat, lieve Baptiste. Zie je zo groot onze Camille al is? Dat is je papa, hè?
artiest. Hey. Merci. Ik hoop dat je hem niet moet versturen. Ik ook. Zijn hier allemaal soldaten die gestorven zijn in de Grote Oorlog? Zo, ah, mijn onkel Isidoor? Nee, nee. Mijn onkel Isidoor die ligt ergens anders begraven. Maar uw vader heeft ook nog gevochten in de Grote Oorlog, hè? Papa! En bekende? Sommige. Papa, heb je ook mensen doodgeschoten? Sst, Camille. Uw vader, dat is een hele goede mens. Van de Maas tot aan de kust. En hoe het weer daarna voorgoed veranderde. Van een onbezorgde zomer waarin de beken muisstil meanderde. Naar de regen, de vrieskou, de sneeuw. In de eerste oorlog van de eeuw. En toen eindelijk de kanonnen zwegen, bleven enkel over de regen, de vrieskou, de sneeuw in de eerste oorlog van de eeuw.